rechterbaan Rotterdams. Wat alleen met de mooie Datsun, die we een jaar lang niet aan de start gezien hebben. De transformation voor de prachtig gesproken en heel breed uitgebouwde Datsun. Van den Berg.
Kom in de coach, please. De mooie rode auto. Even snel op de schilder, even anders even kwijt. De mooie Corvette. En even kijken. Nu even koffiepauze. Nou, nu is even koffiepauze. Even snel door deze productieautolijst lopen. 12,513 en 158 km per uur is onze snelste man. Even kijken, is het eindsnelheid 158. Thank you.
En op de linkerbaan. Wederom geen tijd. En Mrs. D. Roberts. Ook met zo'n hele dikke achterbal. Met het Bijbo Suzuki. En dan zullen ook de nodige PK'tjes uitrollen, denk ik zo. Proberen. Die moet gaan proberen.
direct dat het hele grote geloof is. Hoe zal het zijn? 450 pk, 500 pk, zul je maar schatten gezien. Even naar de mechaniciënsplaats, gaat even wat spulletjes halen en de lucht is safety car rijdt de baan op en die gaat denk ik mensen terughalen. Maar 7 voor Dick Visser. Dick met zijn Pontiac, Dick Visser met nummer 26. Het lijkt op alsof het lesje op de linkerbaan zal zijn. Lex op de linkerbaan. We hebben een 10,742 op de rechtse baan. Comfortuinig is gezien. Tony en de Ronnie kunnen weer aan het sleutelen. En het rechtje van met de schouders aan. Daar is de start van onze snelle mannen van Dick de Lange en van de mannen Zilvetmansen van Frans de Boer. Hele motorcoureurs. En op de linkerbaan de Zilvetmansa. Geen tijd. Yeah.
shock, zegt clubmaster Pieterskilt. Toniuk. En je moet dan echt kijken op de klok en dan gaat hij meteen door. Dat hadden we straks ook een paar keer gezien. En nu was het net 15:48 voor Frans de Boer met zijn Chevrolet Monza. Een slechte tijd over voor de man die 11-0 draait in zijn eerste sessie. Kortom. Buren, vrienden en bekenden, als u naar huis gaat vanavond, dat we hier morgen een grandioos spektakel krijgen. Wat zitten we vandaag dus in de... Morgen is goed voor gaan zitten. Nog even een check-up voor de tijd. En dan kan de muziek er weer even in. Thank you.
information. Lotto Engels. De Mario Wilhelm Hans Molenbrug. Hans kan tot 12.5 verbeteren. Ze voor u eigenlijk heel aanzienlijk. 12.5 dus voor Hans Molenbrug. En ik kan die more speed racing. En Tony Morris is daar terug. Tony, 10.3. En daar heb ik in de hoeken gekeken. En met zijn 11.2. Goed, dus heb ik van Mario hier in de bus al een nieuwe lijst met onze tijden erop.
Engelsen. Wordt in Nederland genoemd. Ze hebben een machine learning. Snelste man. En dat maakt toch een stukje aantrekkelijker. Kan ik goed gebruiken, daarmee kan
heel aardig uit. En de tijd van 8,95 seconden. Dat was gisteren de 8 snelste man. Ingewild in de plek deze keer met hij. De goede als tegenstander en wensen op hem vanaf deze maats. Straks heel veel succes. Graag een applaus. En team. En Chris Hamilton. De allersnelste man. Thank you.
auto naar rechts overgekomen.
dat is woord lachgas uitspreken. Dus verder gruw ik de Rob Jansen, de man van Rob Jansen's Racing Research, die er meteen lachte. Hij, ook als een van de mannen als Racing Director, kan er best trots op zijn, want het verloopt keurig netjes. En we gaan dus nu al naar de halve finale van de Ultimate Team. Deze was een stand van de Tijbo Tuning Farm uit Haarlem. Ja, dat is een heel goed.